speelt je om te verliezen. Zelfs als je speelt om te verliezen, is het nog om te winnen, denk ik. Dat is gelijk een coureur, hè. Nee, maar het is wel waar, denk ik, dat ze, kunst is topsport. Dat gaat eigenlijk over een kleine groep van mensen. Het is geen competitie, maar het is wel topsport. Dat wil dus zeggen, je moet altijd uitgerust zijn. Je moet iedere keer erbij zijn. Je moet altijd de scherpte hebben van hetgeen wat je moet maken. Dit is een belangrijke plaats, omdat het een plaats is die volledig beantwoordt aan het concept Protected Paradise. Het is Saint-Paul-de-Vence, het is een versterkte burcht, het is paradijselijk, maar tegelijkertijd is alles ten alle tijden in gevaar. De mensen zijn gecharmeerd door het kuiken, hè? Maar het kuiken zit in een grote hand. Een hand die u ieder moment kan verbrijzelen. Iedereen stelt zich de vraag, wat is dat hier? Hè? Wat doen we hier eigenlijk? Wat doen we hier tussen de kiekers? Wat doen we hier tussen de gieren? Wat doen we tussen al deze creaties? En hoe moeten we ons hierin gedragen? En dat is de schoonste vraag die je kunt hebben.